Hallo allemaal en welkom bij deze webinar over internationale beroepspraktijkvorming. Welkom aan de studenten die kijken, de ouders, de docenten die misschien kijken en iedereen die nog meer kijkt. En een bijzonder welkom aan alle partners die zich vandaag gaan presenteren aan jullie. Ik zei het al, internationale beroepspraktijkvorming is een mond vol, dus ik ga vanaf dit moment even IBPV gebruiken en dan is iedereen voor iedereen helder waar we het over gaan hebben. Mijn naam is Giel Holterman en aan mij de eer om jullie mee te nemen door deze webinar. Doe ik gelukkig niet alleen. Naast mij zitten twee experts die alles weten van die IBPV. En die gaan zich dadelijk even aan jullie voorstellen. Na dat voorstellen gaan we beginnen met een vragenrondje. En na dat vragenrondje is eigenlijk de highlight waar we vandaag allemaal voor kijken eigenlijk. Alle partners, alle 10e partners gaan zich dan voorstellen middels een eigen presentatie om jullie wegwijs te maken in de mogelijkheden van de buitenlandstages die Landsteden en het Alpha College te bieden hebben. En dan hopen we natuurlijk dat jullie aan het eind van deze hele webinar enthousiast zijn en er helemaal voor willen gaan met een buitenlandstage. Maar dat is natuurlijk aan jou thuis. Twee mensen, ik zei het al, staan hier links en rechts van mij. We gaan even beginnen met dames eerst, denk ik. Hanneke, wil jij jezelf even voorstellen voor alle kijkers thuis? Ja. Ik ben Hanneke Smit en ik ben verantwoordelijk voor internationalisering binnen het Alpha College. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik samen met verschillende contactpersonen in elke regio en op elke locatie. Oké, dankjewel. Gaan we zo meteen de diepte induiken. En aan mijn linkerkant, voor jullie rechts, zit Udo. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Udo Lut. Nou, ik heb dezelfde positie als Hanneke. Ook ik ben binnen Landsteden in dit geval verantwoordelijk voor internationalisering. En ook ik doe het gelukkig niet alleen. We hebben een groep van internationale coördinatoren die elk op de locatie aanwezig zijn. Ja, top. Hey, en voordat we de vraag gaan stellen, wel goed om even te zeggen. We hebben namelijk ook een functie vandaag, dat is de chat. Als je thuis zit te kijken en je denkt, hey, hier heb ik een vraag over, hier wil ik meer over weten, dan zit Elvira ergens hier ook in dit gebouw achter een laptopje om jullie vragen te verzamelen. En aan het eind, nadat alle partners zich gepresenteerd hebben, kunnen jullie de vragen stellen aan deze twee specialisten. Dan gaan we even de diepte in nu met z'n drietjes. Ik begin even weer bij jou, Hanneke. Met welk doel is deze webinar georganiseerd? Nou, we hebben verschillende partners, verschillende stageorganisaties. En we hebben heel veel studenten die gingen voor corona natuurlijk altijd graag op stage. En nou, we hopen echt dat de coronatijd het ergste heeft gehad. Ja. En dat langzamerhand studenten echt weer op stage kunnen. En nou, daarvoor willen we nu ze de gelegenheid geven om te luisteren naar allerlei stageorganisaties die hun aanbod kunnen vertellen. Ja, precies. Dus enthousiasmeren, informeren. Precies. En oké, helder. Ja. Heb jij er nog enige aanvulling in, Udo? Of zeg nee, je van nou, ik sluit me er helemaal bij aan. En we hopen van harte dat het na de zomervakantie weer allemaal mogelijk is. Er zijn al wat studenten die al onderweg zijn of binnenkort op onderweg gaan naar het buitenland. Het kan onder strikte voorwaarden. En dat is mogelijk. Ja. Maar we hopen van harte dat het straks het najaar weer volop mogelijk is. Ja, en daar gaan we op inzetten. Dat hopen we dan natuurlijk voor de stages, maar ook voor ons allemaal. Ja, absoluut. Altijd. Hey, als je weet dat je naar het buitenland wil, dan denk je nu, ja tof, ik weet waarom ik ga en waarom niet. Maar als je nou nog twijfelt, wat zou de personal gain kunnen zijn voor een student? Wat kunnen ze eruit halen, Udo? Nou ja, kijk, de titel van de webinar is een beetje een buitenlands avontuur. En ik denk dat dat ook echt zo is. Studenten die terug zijn gekomen, geven dat ook allemaal terug. Ze hebben een prachtig avontuur ervaren. Mm-hmm. In een andere omgeving, een andere cultuur, met een andere taal. Persoonlijk leren ze heel erg veel van. Dus het is echt een plekje en een momentje in je leven die je niet meer vergeet. Die niemand je meer afneemt. Die ook niemand meer afneemt. Nee, absoluut. Mooi. En vaak hou je vrienden over de hele wereld eraan over. Ja, precies. Ja, precies. Dus het is internationalisering in alle zin. Ja. Ervaring en oké. Mooi. Je vertelde er al iets over corona. We zitten er middenin. Totaal andere webinar op dit moment als we niet in de coronatijd zaten. Wat zijn dan de belemmeringen op dit moment, maar vooral de mogelijkheden
om wel die stage te kunnen lopen. Ja. Ook als je aan het plannen bent voor na de zomer misschien. Ja. Kijk, er zijn ook best heel veel mogelijkheden als je in Nederland blijft. Je kunt uitwisseling doen met verschillende klassen. Wordt ook al gedaan binnen Landsteden en Alphen College. Je kunt ook opdrachten krijgen van buitenlandse bedrijven die je dan online in Nederland doet. Of je kunt ook naar bedrijven in Nederland gaan waar buitenlandse medewerkers aan het werk zijn. Dus ook dat is natuurlijk wel een vorm van internationalisering. Ja, ja. Dus zelfs internationalisering dicht bij huis. Precies. Ja. Ja, nog iets toe te voegen. Het heet zo mooi blended mobility. Blended mobility. Blended mobility, ja. Mocht je nou zeggen, van ik wil het nieuwe schooljaar graag naar het buitenland, maar de corona laat dat nog niet helemaal toe, dan zou je eventueel ook al eerst met een stage kunnen beginnen, gewoon thuis, achter de laptop in de opdracht van een bedrijf. En zodra de omstandigheden zodanig zijn dat je wel weer naar het buitenland kan, dan ga je voor hetzelfde bedrijf dan wel naar het buitenland. Dus een stukje virtueel en een stukje fysiek, en dat noemen we dan blended mobility. Ja. Dus dat is ook nog een optie. Ja, corona-adaptief. Ja, precies. Ja, mooi. Hey, dan ben ik nu de student. Ik wil mijn rugzak vullen met die ervaring. Ik weet dat zeker. Welke stappen ga ik dan nemen? Ik wil in het buitenland stage lopen. Ik zit op het Alphen College of op Landsteden. Ja. Wat ga ik doen? Nou, de eerste stap die je gaat ondernemen is het bespreken met je coach. Je zegt tegen je coach, luister, het lijkt me hartstikke leuk om een keer voor een tijd naar het buitenland te gaan. Ik wil naar het buitenland voor een stage. Wat zijn de mogelijkheden? Nou, de coach kent de student vrij goed. Dus die gaat met me kijken, nou, past het bij jou? Ja. En zo ja, dan gaan we verder kijken. En dan zijn er een aantal mensen om de student heen die hem of haar kunnen helpen in een goede plek vinden in het buitenland. Oké, top. En dat gaat op het Alphen College vrij gelijk. Ja, gaat exact net zo. Je bespreekt het eerst met je coach. En als je dan denkt van ja, we gaan het doen, dan zijn er contactpersonen die de student verder kunnen helpen met documenten. Of waar wil je heen, of het programma. Ja. Ja, oké, helder. En dan ga ik nu weer even in de rol van de student zitten. Dat zijn toch de hoofdkijkers op dit moment, denk ik. Hoe kan ik zo'n onvergetelijke ervaring, maar wel een prijzige, hoe kan ik het gaan bekostigen? Zijn er middelen of mogelijkheden voor? Los van mijn eigen zakcentje. Ja, Hanneke, Udo, laat ik weer bij Hanneke. Oké. Okay. Nou, uiteraard is er Erasmus-subsidie. Mm-hmm. Dat is een gewoon mooie subsidie, waardoor je een vergoeding krijgt voor het reis en het verblijf. Erasmus heeft een aantal voorwaarden. Mocht dat niet lukken, dan hebben wij Alphen College ook nog eigen Alphen College geld om toch die reis mogelijk te maken. Oké, okay, ja. Maar Udo kan denk ik verder aanvullen. Ja, dan meer is, ja, ik denk dat nu studenten van Landsteden een beetje doors worden als ze dit horen. Want wij hebben niet die extra middelen, maar wel voldoende middelen om vanuit het fonds van Erasmus Plus de studenten te financieren. Daar komt nog bij, ze kunnen een uitwonende beurs aanvragen en ze kunnen de OV-kaart stopzetten. Dus ze kunnen zo een aardig bedrag bij elkaar krijgen om de buitenlandse stage te financieren. En misschien vragen studenten zich wel af van waarom zitten Alphen College en Landsteden nu aan één tafel? Het is toch nog even goed om dat te noemen. Dat is wel een goed punt, ja. Alphen College, trouwens Free Support ook, die is nu aanwezig. Maar Alphen College, Free Support en Landsteden, die vragen elk jaar gezamenlijk subsidie aan voor de buitenlandse stage. Ja. Die trouwens niet alleen voor studenten is, waar we nu voor zitten, maar ook docenten kunnen van die subsidie gebruik maken. Ja. Nou, mooi. Mooi zo'n samenwerking. Ja, ja, en winst voor alle kijkers eigenlijk. Ja. Ja. Goed. Hey, dan is het zo, ik beslis het, ik ga naar het buitenland. Maar welke landen, kun je een scala noemen aan landen die dan onder de mogelijkheden vallen? Is dat Duitsland, Spanje? Houdt het daarmee op? Of is het ook nog wel weer verder? Nou, eigenlijk kun je zeggen dat bijna alle Europese landen, daar kun je naartoe met je Erasmus-subsidie. Het is zelfs zo dat, een beetje een technisch verhaal, maar er begint een nieuw programma Erasmus, waardoor ook landen buiten Europa hier en daar bezocht kunnen worden. Ja. Iedereen weet het van de Brexit, maar daardoor is het ook nog mogelijk om toch naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Weliswaar wel met bepaalde voorwaarden, maar eigenlijk kun je de hele wereld bezoeken. Dat klinkt goed. Ja. Ja. En hetzelfde verhaal. Ja. Ja, absoluut. Ik kan er niks toevoegen. Dus als ik de koude land wil opzoeken, maar dan kan ik ook de zon ergens in het zuiden op gaan zoeken. We focussen nog in eerste instantie op Europa. Ja. Wat Hanneke net noemde, dat ook buiten Europa nu mogelijk is, dat is nog heel beperkt mogelijk. Ja. Dat zal denk ik de komende jaren zich gaan uitbreiden. Dus dat is een mooie uitbreiding van het Erasmus Plus programma. Ja. Top, mooi.
Stel nou dat er nu kijkers thuis zitten en die denken, ja, dit is allemaal leuk. Of die krijgen het via via toch nog mee, dit filmpje. Maar die zijn straks klaar. Einde studie, diploma op zak. En denken ze, ja, eigenlijk heb ik dit gemist. Ik had dit toch nog willen doen. Ja. Welke mogelijkheden, want er zijn dan mogelijkheden om alsnog zo'n ervaring op te doen, heb ik begrepen, Udo. Ja, nee, absoluut. Dus ben je zo meteen klaar met je opleiding, dan kan je nog steeds onder subsidie van Erasmus Plus naar het buitenland. Het is wel zo dat de student dan voor het afstuderen zich moet aanmelden bij ons, bij Hanneke, bij mij. En dan kunnen ze dus onder dezelfde voorwaarden voor een periode van maximaal 12 maanden, moet ik goed zeggen, maximaal 12 maanden afstuderen, kunnen ze nog naar het buitenland. Dus je kunt het zien als een soort tussenjaar. Dus als je even niet weet, wil ik doorstuderen, wil ik gaan werken, dan heb je zo'n mogelijkheid om toch nog een tijdje naar het buitenland te gaan. Met dezelfde subsidiemogelijkheden, weer een ervaring, rijker. Ja, absoluut. Okay. Ja, en het is mooi voor studenten die nou misschien door corona niet konden. Ja. Dat ze dan toch nog misschien de mogelijkheid krijgen. Is die regeling daar specifiek voor of bestaat die altijd? Bestaat al langere tijd. Okay. Ja. 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 Het zou ook een aanvulling kunnen zijn geweest natuurlijk. Ja. Top. Ja. Nou, mooi. Dan hebben we al een heel stuk van de lading gedekt. Jullie met de inhoud en met de algemene informatie. Maar ik denk dat het dan ook tijd is om zometeen een sprong te gaan maken. Want we gaan kijken naar enkele partners. Ja. En wat is een partner? Eventjes heel simpel, want ik heb twee keer over partner. Wat is een partner? Ja, waar je goed mee samenwerkt. En de organisaties die zich zo meteen gaan presenteren, dat zijn organisaties waar we al een aantal jaren nauw mee samenwerken. We weten wat we aan ze hebben. En we weten gewoon dat ze een goed product afleveren. Dus het zijn organisaties die studenten van harte helpen met het vinden van een stageplaats, een accommodatie en andere zaken te regelen. En ook voor begeleiding te plaatsen. Dus dat is... Het zijn voor ons hele belangrijke organisaties waar we mee samenwerken. Ja. Nou, en die organisaties zullen ook wel, die staan hier om zich te presenteren straks. En die willen dus die willen laten zien wat ze in huis hebben om dan jullie thuis ook in huis te krijgen. En dat is win-win-win, lijkt me. Absoluut. Ja, absoluut. Mooi. Ja. Mooi is dat. Want we hadden in eerste instantie 11 partners. Ja. Eentje heeft door hele begrijpelijke omstandigheden af moeten zeggen. Dat is dan Bo Curaçao. Ja. Ja. Die heeft ook online, dat is voor Landsteden, op Landsteden Connect geloof ik. Ja, kun klopt. Je dat vinden bij de IBPV pagina. En bij het Alfa College is dat, dat heb ik opgeschreven, naar buiten. Naar het buitenland. Naar het buitenland, Alfa College. Ja. Daar kunnen ze dat soort filmpjes ook vinden over die bedrijven die zich dan presenteren. Ja. Ja, hè? Ja, dat klopt. Heb ik dan goed begrepen. Ja. Nou, top. Dan gaan we zo meteen kijken. Ik ga het eventjes een beetje uitleggen voor iedereen die op dit moment kijkt naar presentaties van 10 partners. 10 partners over de hele wereld. Dus we gaan samen eigenlijk globetrotten. We gaan op reis samen om kennis te maken met die verschillende mogelijkheden in onze wereld. Elk bedrijf presenteert op zijn eigen manier. En zometeen ga ik over in het Engels. Zodat ook die bedrijven dat kunnen volgen. Ik hoop dat jullie het dan ook alsnog kunnen volgen. Dat denk ik wel. Sorry voor mijn steenkolen Engels als dat er zo uitkomt. Maar we gaan in ieder geval lekker beginnen. Ja? Dan, to all the partners, welcome. Great that you're all here today to present yourselves to our students from the Alfa College and also Landsteden, of course. We're going to start with Seals. I don't know if I'm pronouncing it right, but I will be corrected by the presenter of Seals, I think. And his name is Danny. Danny, thank you very much. You're going to tell us what a traineeship in Ireland can be all about. Ah, there you are. Yeah, first of all, thank you very much for having me. And I can see that you're well bedded in with COVID now. This is very impressive. So first of all, to all the students watching, I say this every time I'm at an international market with Alfa College Landsteader, whether you're thinking of going to Ireland or anywhere, think about it. An internship abroad is fantastic. Yeah. The experiences you'll gain from it are amazing. So I'm going to discuss Ireland. Yeah, great. But also, if you're interested in coming to Ireland, think about the other countries. Have some options ready. That's good. So you're telling us every option in abroad is a great option, but look at it. But absolutely. Of course, I'm not just here to promote myself. I'm here to promote internships abroad and all the wonderful providers that both of these organizations work with. Well, thank you. But we're very curious about Seals. So tell us about it. Okay, so Seals, we're a small company located an hour from Dublin in Ireland.
What we have going for us really is the English language. Now, not just that we're native speakers, Irish people are extremely friendly. They're extremely warm, and you will leave Ireland after an internship with improved English. You'll have fantastic communication skills through the English language. In addition to the English language, we obviously have workplaces that are directly related to your chosen field of study. So you can do your job-specific tasks and meet your exams in your workplace. In addition to all of that, we have the international dimension to an internship in Carlo. So we deliver all of the English programs in a local university, and we have a range of nationalities who we teach and lecture to down there. And we put all of our Erasmus Plus students in touch with these people. So the general intern who comes to Carlo will meet other Dutch students, Finnish students, German students more recently, French. And then through IT Carlo, we have Middle Eastern students, Asian students, we have students from Africa. And it's fantastic that in a small town like Carlo, students are coming to not only develop their job-specific skills, their English language skills, but also to meet all of these other nationalities, and that develops soft skills and develops them to become a global citizen. So Carlo's a small town, population of about 23,000 people. What's the name of the town? Can you give the name of the town? I didn't really get that right. It's Carlo. Carlo. Okay. And where is it situated in Ireland? 1 hour south of Dublin. Okay. 1 hour south of Dublin. Okay. So it really is a student town. If you take inside the canal in Zwolle city centre, Carlo town is about that size. So it's full of students and very easy to get around, quite safe, and nice place to spend your Erasmus Plus program. Traditionally, we have had a lot of business students, retail students, social care, healthcare, nurses, ICT students. So we'll search for any internship that somebody wants us to. A lot of hospitality and tourism students as well. Sounds great. So it's a big spectrum. There's a lot of possibilities for every education form. Is there also adaptivity if you're... If you're doing ICT and you're not sure, is there a possibility sometimes to also adapt from the side of SEALS? It's probably difficult. We tend to do a lot of close work with Alpha College and Landstede before the student gets here. So we'll have a lot of preparation before they depart. Okay. So the students are generally quite certain what they want to work in when they come here, before they come. We haven't really changed many students to a different field. Different workplaces, yes, but to a different field, not really. Okay. But next to that, the experiences in work are varying, but there's also a lot of cultures, a lot of languages, if I'm understanding correctly. And the town is very cozy, a little bit like the Zwolle sized, and very near to Dublin. So also for visiting of relatives, it's a great spot. Yeah. Absolutely. Okay. I mean, you can hop on the plane in Schiphol, be over here and down in Carlo in about 3 hours. Okay. But just to reinforce again about internships abroad for all students, whether it's Carlo or anywhere else, expect it to be different. It should be different. Yeah. That's how you learn. Well, Danny, thank you very much for presenting yourself and SEALS, of course. I hope you receive of you in the near future, one of our students can come to experience in Carlo, something new. Thank you very much. Thank you, Al. From Ireland, we're going to travel. We're going to take a leap, actually, to Malta, to the European School of English. And Simon is standing there to... he's ready, I think, to make his presentation. Simon, we can't wait to hear about the opportunities our students can experience in Malta. Ah, there you are, Simon. Hi. Hi. I apologize, my voice is a little bit almost lost today. I've just recovered from COVID and my voice is still not completely back yet. Okay, but you're recovering or you're feeling a lot better? No, I'm feeling a lot better. I had the vaccination and it started all over again, but here I am. Okay, well, bless you and good luck with the presentation. We can hear you very good.
Thank you. The presentation's a video. I have a video available. Okay, great. Let's look at, let's see. So I believe that's true being presented by Udo. Yes, the video is going to start when we pronounce. So let's start the video and let's look to okay. The possibilities. Hi, I am Simon. And I am Sean. Together, we are responsible for the work placement packages which ESC offers and in conjunction with your colleges. We've been working with your colleges for, I would say, over 12 years now, and we know exactly what you want when you come here, your requirements and your needs to make your internship a truly remarkable one. And most of all, you will enjoy it when you come here. We would normally have visited your college and introduced ourselves over there, but this year, due to the pandemic, we will need to do it online. Because you may not be able to travel at the moment, we have teamed up with some of our partner organizations to offer online placements in marketing and graphic design. When traveling is possible, we can offer work placement packages to students in more than 30 different areas of study. All organizations will be SPB accredited. If you decide to do your internship here in Malta, I would highly recommend it. Because not only do you learn a lot about working in the company, you also learn a lot about yourself as well. Because you are independent, you have to learn how to live on your own and obviously meet new people. So I would recommend it definitely. Teachers and staff can also follow Erasmus Plus courses or English classes online or in-house to help with their professional development. We are pleased to announce a new course to help teachers with online teaching as from 2021. Upon arrival in Malta, students will have 1 week of English to brush up language skills and to make new friends. During this week, students will also be introduced to the organization they will work with. For their accommodation, students can choose to stay in economy, superior, or superior plus apartment blocks, while staff can stay in our school residence or one of our group hotels. ESC is based in St. Julian's, but students will have enough time to see most of the island. Valletta, Mdina, and our sister island Gozo are known for their timeless atmosphere, and our temples will take students back 7,000 years to Malta's first ancestors. Our Mediterranean climate will give all visitors the chance to visit beaches from early spring to late autumn, but also enjoy the outdoors all the year round. Malta is also well known for its bustling social life. We cannot wait for the situation to get back to what it used to be and for there to be as many parties as possible. But until then, we follow all regulations to ensure that all our clients are as safe as possible. We hope that you have liked our brief presentation of ESC. And if you want to contact us, feel free to email us or use our social media platforms to get in touch with us. We hope to see you very soon. Thank you very much. Well, nice movie. Thanks for the effort. Very clear also. I'm waiting. Yes, there you are again, Simon. Well, thanks for making the movie. I heard about there's also housing for the students. Is it always a guaranteed thing, the housing for the students? Well, we operate more than 4 apartment blocks, obviously from time to time, and in our regular periods, we are usually quite full, not only by intern students, but also by other students coming to Malta for learning English. So we're catering for, from time to time, not at the moment, because at the moment it's very, very quiet. Yes, of course. Yeah. Usually, during the usual periods, we're catering for about 400 students, you know, at a regular time. Wow. Automatically, that gives Dutch students coming over the possibility to interact with students from all over the world. And so it's people from other places in Europe, people from Asian countries, people from the South Americas. Yeah. It's so, a really good experience for all of them. To a lot of cultures to... Okay, that's a lot of cultures to meet, and also a great experience for ourselves. I'm really sorry. I would love to chat a little bit more, but we have to continue to our next presentation. But thank you very much, and hopefully you also will receive some of our great students. So thank you, and thank you very much. Have a great day. Bye bye. Thanks. Bye bye. The next partner we're going to look at, to talk about, is the Dutch student abroad. And Machteld is going to tell us all about it, maybe even in Dutch. It sounds a little bit like Dutch, Machteld. And I think it's about a lot of variety
in options. So let's hear about it, Machteld. Are you in the house? Yes, there you are. Hi. Nederlands. Ja. Ja, hoi. Hoi. Nou, top, Machteld. Jij bent van Dutch Student Abroad. Vertel. Klopt. Ja, nou, ik ben dus Machteld van Neerven. Ik ben 14 jaar geleden gestart met Dutch Students Abroad. Toen in Barcelona. Dat was onze eerste locatie. Daar zitten we natuurlijk nog steeds. En dat hebben we door de tijd heen uitgebouwd naar meerdere locaties in Spanje. Zit ook in Madrid en in Valencia. Mm-hmm. En in Berlijn. Dus op 4 locaties in Europa. Ja, mooi. Dat zijn een hele hoop plekken. En wat zijn dan de mogelijkheden voor de studenten om daar te gaan doen? Ja, om een beetje een beeld te geven. Nou, wij zijn een nog steeds een relatief kleine organisatie. Het hele idee is dat wij op locatie daar wonen en werken, mijn collega's. Dat zijn allemaal Nederlandse collega's. En hier in Nederland, waar ik zelf inmiddels weer woon, ik heb ook 6 jaar in Barcelona gewoond, maar ik woon alweer langer in Nederland. Rij ik hier rondjes door Nederland om studenten te spreken, de intakegesprekken te doen, voorlichting te geven in de klas, soms zelfs met ouders in gesprek te gaan. Vervolgens geeft een student aan van, nou, ik zou graag naar Valencia willen of ik wil juist graag naar Berlijn. Ja. En zo starten we dan eigenlijk het proces. Oké, mooi. Dus het Nee, vertel, maak je verhaal af. Ik onderbrak je. Oké, dat kan heel, op een hele erg individuele basis. Maar we werken ook veel met scholen waar er groepjes gaan. Dus tweetallen, viertallen, zestallen, achttallen. En we bieden eigenlijk alles van begin tot het eind. Dus van het voortraject in Nederland, op locatie, de stage, de huisvesting, taallessen, begeleiding ter plaatse. Wauw. We organiseren bijeenkomsten. Dus ja. Nou, alles. Mooi. Dus als dus eigenlijk een heel Nederlands programma, zo klinkt het ook. Dus heel erg. Dus als je het mooi vindt, dan ga je alleen en dan ga je dat alleen aan. Maar als je het spannend vindt, dan is er ook een mogelijkheid om dat samen te doen met een student die dat ook mooi vindt. Dat zal vast vaker het geval zijn, schat ik zo in. Maar dat komt misschien later nog bij de chat. En je zegt de communicatie verloopt Nederlands. Dus daar is geen. Onduidelijkheid over. Nee. De communicatie vanuit ons is helemaal in het Nederlands, vanaf het begin tot het eind. De begeleiding op het stagebedrijf is in het Engels aangevuld met de taal van het land. Oké. Ja. Dus het gaat wel zeker om een internationaal traject. Maar de begeleiding rondom, en dan gaat het over alles wat je tijdens zo'n stageperiode tegenkomt. Van heimwee, als dat je naar de dokter moet, als gewoon hele praktische vragen. Dat soort zaken zijn allemaal in het Nederlands. Ja, fijn. En ook het voortraject met mij is natuurlijk in het Nederlands. Helder, nou fijn. En dus misschien kennen ze jou al. Ik weet niet of je dit jaar wat minder bent geweest of gewoon digitale groepen voorbij en langs bent geweest. Maar een bekend gezicht voor sommigen dus, denk ik. Ja, ja ik denk het wel. Hey, ze weten jou vast te vinden en anders via de coaches. Maar bedankt even voor je moment nu. En hopelijk ook voor jullie een lading aan hele goede studenten die jullie kunnen versterken. En dan win-win voor iedereen. Ja, gaan we komen. Bedankt. Ook een fijne dag. Yes. It's time to travel a little bit further to CSCS Italy. And we're going to talk to Giovanni. Giovanni. Sorry? Oh, sorry. Ik krijg heel eventjes de vraag om even te wachten. Dus dat doe ik dan heel netjes. Ga ik wel tussendoor even vertellen. Julia, oké. Okay. Ik krijg net te horen dat het niet Giovanni is, maar Julia waar we mee gaan praten. Maar ja, goed. Er wordt in ieder geval verteld. Hi, Julia. There you are. Hi. Yes. I'm here. Well, Julia, I love Italy. I go there. I love to go there. But what's the gain for the students at CSC Italy? We'd love to hear about it. CSCS, thanks to the project Italy Mobility, we have been receiving international students from 2006. Mm-hmm. And most of them were very happy about their experience, not only for their professional experience, but also for the cultural and the personal experience. So yes. They had lots of benefits, such as, of course, working in international team. For some of them was the first time living
alone. So it was also a challenge for them. And of course, the cultural discoverment, because they, for most of them, it's the first time in Italy. So they like taste new Italian dishes or visiting Italy. Yeah. Yeah. Sounds great, but where in Italy are we talking about? So Italy is, where is it, on various yes. places, or where are we talking? What are we talking about? We are located in Pistoia, 40 minutes by train to Florence. So okay. we are in the center of Italy, and we are in a good position because we have lots of companies in Pistoia, Prato, and Florence area. So then during the weekend, normally students can visit Florence, Tuscany, or go everywhere in Italy. Okay, well, thank you. And apart from the cultural experience and the personal experience, what kind of work experience can students expect when traveling to Italy, to CSC? Yeah. Of course, as I was saying before, our host companies are located in Pistoia and Prato mostly, and we cover more or less all the professional profiles. So, for example, ICT or also carpenter, electricity, also hairdresser, wow. lots of different professional profiles. Wow. That really sounds like a lot. And if students are coming there, they are also going to have contact with you. Yes, of course. Of course, the first day, because of course we find for them the most suitable host companies before their arrival. Mm-hmm. And then once they're here, we support them with the accommodation. So we also have some accommodation here in Pistoia. So we deal with the check-in part, and then the first day we organize a welcome day session in our office. Julia, I'm really sorry, yes. but I'm getting cued. Like you got to move forward. I'm sorry, we're talking too long. Probably, I think. Sorry, but thank you very much for your presentation for now. And Italy sounds like a great experience. Okay, thank you to you. The next company we're going to is Jong Leren. Sounds like a Dutch company. And we're going to talk to Joyce. And hi, Joyce. Megan. Ah, okay. So some surprises. Yeah. No problem, of course. Joyce, Megan, it's all about the information we're going to get. And you know Joyce and Megan? Not Megan. Well, Megan, hi. Hi. You're on screen right now. Jong Leren, are you going to do Netherlands presentation or a Dutch presentation? Ja, hoor. Ja, Nederlands. Okay. Nou, top. Dan take it away. Ja, dankjewel. Ja, mijn eerste vraag is van, wie wil er niet naar een plek waar 300 dagen per jaar de zon schijnt op slechts 2,5 uur vliegen afstand? Ja. Laten we daarmee beginnen. Ja, ik wel. Ik wil er wel naartoe. Ja, precies. Ja. Ja, wie zijn wij? Wij zitten in het zuiden van Spanje, Malaga, Marbella, Torremolinos, aan de hele Costa del Sol. Organiseren wij stages, accommodatie. Maar wat maakt ons nou zo speciaal? Dat is puur dat wij eerst een intake doen met de studenten. Die heb je meestal met mij of met mijn collega's. En in 20, 30 minuten wil ik graag weten, wie ben jij? Wie ben jij als student? Welke stageplek past bij jou? Waar zit jij op je plek eventueel 40 uur per week? Want dat is wat wij het allerbelangrijkste vinden, om studenten en jongeren gewoon een onvergetelijke ervaring te geven. Ik heb het zelf ook mogen doen. Ik ben begonnen als stagiair in Zuid-Spanje. Daarna heb ik er 1,5 jaar gewerkt. Ik ben nu eventjes terug in Nederland. Maar ik gun iedereen gewoon zo'n geweldige ervaring als die ik zelf heb gehad. Ja, mooi. Dus dit horen we al een paar keer, dat als je het avontuur in je bloed zit en het wordt daar aangewakkerd, dat het mogelijk is om het ook blijkbaar te blijven doen. Jij bent de derde, geloof ik, zo even uit mijn hoofd. Twee. Ja, die ook zijn blijven hangen na een stage in het buitenland ooit. Mooi. Absoluut, ja. Hey, vertel. Ja. Nou ja, wat ook gewoon zo leuk is, is wat wij ook organiseren naast je stage en naast je huisvesting. We hebben een besloten Facebookgroep waar je in komt met alle andere studenten die op hetzelfde moment als jij stage lopen aan de Costa del Sol. We organiseren meetings, wij betalen het eerste drankje. Daar komen ook altijd vriendengroepen uit. En dat zijn gewoon vriendschappen voor het leven. Als ik ook naar mezelf kijk, ik heb vrienden over de hele wereld. Ik spreek nu Spaans. En wat Danny ook al eerder zei,
Ook al ga je niet via ons, ik wil tegen elke student zeggen, pak de kans als je hem krijgt, echt waar, want het brengt je zoveel. Ja, mooi. En ook een heel menselijke boodschap. Hè? Niet wij, ik, maar waar dan ook, ga voor je ervaring. En het werk, prachtig natuurlijk, maar sec voor het werk kun je natuurlijk ook in Nederland blijven. De ervaring met werk en, mooi. Mooie aanvulling. Zeker. En, maar als je dan wel zou mogen zeggen, waarom dan toch wel bij Jong Leren? Wij zijn jong, we snappen de student. Een deel van ons team komt zelf net uit studiebanken. We hebben docenten of oud-docenten in dienst, we hebben coaches in dienst. Dus wij kunnen gewoon het hele pakket van A tot Z verzorgen. En wij zijn er voor jou en echt voor jou als persoon. Ja, mooi. Vanuit een eigen ervaring. Ja, mooi. Hey, dan gaan wij verder naar de volgende. Maar bedankt voor je presentatie hier. En ook hopelijk voor jullie, net zoals ik dat iedereen gun, een aantal hele toffe studenten. Omdat het weer nogmaals de win-win situatie voor iedereen. Leuk. Bedankt, wij gaan naar de volgende. So we're going to cross the Atlantic. We gaan naar America, CCUSA. And we're going to talk with Renske. And Renske... Of course, we're very curious when you're popping on the screen at first, but also about CCUSA and why could this be an American dream for the students? Nou, ik ga je in het Nederlands toespreken. Oké, okay, nou, top, dat mag ook natuurlijk. Maar ik zit gewoon binnen de Nederlandse grenzen. Ook dat nog, ja. Ja hoor, zeker. Mooi. Maar vertel Renske, binnen de Nederlandse grenzen, maar dan toch de mogelijkheid om wel over te steken en naar Amerika te gaan voor een stage. Ja, dat klopt. Ik werk samen met mijn collega Maud voor CCUSA. Mm-hmm. En wij helpen studenten aan een zomerbaan op een summercamp in Amerika of in Canada. Het welbekende summercamp. Het heet een summercamp inderdaad, waar ze gaan werken. En de baan die je hebt als campcounselor is in feite een combinatie van werken met kinderen, internationale collega's hebben waar je een hele zomer lol mee hebt en een programma draait op een summercamp. Je hebt grote verantwoordelijkheden. Je hebt naast dat je op summercamp werkt ook nog de mogelijkheid om Amerika te gaan leren kennen. Ja. Of Canada natuurlijk. Gekoppeld aan het visum voor Amerika heb je namelijk Renske, voordat jij alles gaat vertellen... 30 dagen te reizen. Voordat je alles gaat vertellen. Er is ook een film, begrijp ik. Dus laten we gewoon eens naar die film gaan kijken. En dan, als je daarna nog een aanvulling hebt... en we hebben die tijd nog, dan hoor ik het graag van je. Goed? Is goed. CCUSA op film. Ik ben benieuwd. Renske, voor jou was het een klein schermpje, maar voor iedereen thuis was het gewoon een groot scherm. Dus dat is voor jou misschien goed om te weten. Komt het goed over, hopelijk. Ja, nee, het was prachtig. Outdoors, zag je. Outdoors en activities. Maar prachtig ziet het eruit. Heb je zelf ook zo'n ervaring opgedaan? Of ben je er wel eens ook, heb je het gezien en ben je er geweest? Nee, ik heb niet op een summercamp gewerkt. Dat niet. Ik heb wel buitenlandse werkervaring. Ja. En als voorgaande collega's al hebben vermeld, is een buitenlandse werkervaring al het meest geweldige wat je als student kan gaan doen, op welke manier dan ook. En zo gauw de wereld weer open gaat, moeten de studenten ervan nemen. Ja. Wij verwachten in ieder geval voor 2022 weer enorm veel vraag daarnaar. Mensen staan echt in de startblokken en jullie studenten die hebben nu de tijd om erover na te denken. Ons systeem is er ook al klaar voor. Wij beginnen ook al heel snel met het aannemen van deelnemers voor volgend jaar. Dus wacht niet langer en heb je aanvullende vragen,
neem contact met ons op. We willen heel graag met je in contact komen en je Super. Persoonlijk leren kennen. En dat, daar ligt denk ik ook onze kracht. We hebben veel aanmeldingen, maar we proberen wel met iedereen contact te houden gedurende het hele proces. Mooi. Hey, Renske, ik hoor travel en hospitality in alles. In wat jij zegt, als in wees welkom. En dat hoor ik ook bij de anderen. Dus dat is mooi. Dat voelt volgens mij voor de studenten als een welkom. Ik ga verder naar de volgende. Zo. Maar bedankt. En contact wordt vast met je opgenomen. Dat moet haast wel. Dankjewel. Goed. Doei doei. Next stop. Easy Job Bridge. Malta. En Rita is going to tell us about Malta a little bit more. Yeah, Rita, you're going to pop on the screen any time now, I think. What adventure awaits the students? Colleague Guy Lan is going to do the commentary on the video recent. Sorry? Hi, I'm Gail. I will do the commentary. Rita and I are the managers of Easy Job Bridge, okay, but I will do the presentation today. Okay, well, you're on a small screen right now, but Galleon, right? Yeah. Okay. Hi. Well, tell us about the adventures that our students await in Malta. So we have a little video prepared for the potential students. Great. That shows Malta, of course, because it's important to choose the destination, but also to show a little bit about Easy Job Bridge, who we are, and how we can help you. So the video focuses on the experience that the students will go through once in Malta. At Easy Job Bridge, it's not only the two of us. We are 7 people in the team. And we will help the students organize a work placement, the accommodation and airport transfers, and of course, all the support and logistics that they need. Okay, well, thank you. And I also hear that there's a video we're going to watch. Yep. So shall we just watch? So we just press play? Yes, and I will speak during the video. Okay. Welcome to Easy Job Bridge. We are located just outside of the city, the capital city, Valletta. Here you can see some shots from Valletta. And this is the student experience. So when you land, you will find our driver waiting for you with a welcome pack in his hand with your name on it and the address of the accommodation. And he will take you to the accommodation. Inside the envelope, you'll have the keys. We'll have a look a little bit about the accommodation coming up. So here he will take you, he will open the door downstairs to the apartment, and you will go upstairs and meet the people who you'll be sharing the apartment with. Most of our accommodation comes in the form of apartments. They are 3 bedrooms, which can be booked for single or sharing rooms. And the apartments are fully equipped, so you don't have to bring anything extra with you. Now, before your arrival, we will send you an email inviting you to come to our offices to hold a welcome meeting with your Easy Job Bridge mentor. And here you see our students coming for the meeting. So they meet the mentor. The mentor explains what's going to happen and some of the accommodation rules. And this is the space also, of course, to ask questions. We also have our own language school, Easy School of Languages in Valletta. Here are some shots from that. And then we will accompany each and every student to meet the mentor at the host company. So you can see here, we are accompanying the student to go to the company where we will discuss the working hours, the duties, and everything that they would need to know to start their placement. We show them, for example, the bus stop outside, so they will know how to get to the company when they need to start. And they know also who to ask for. They would have already met their mentor. We provide an information sheet with all the details that are needed, such as which bus to get to go to the company. And of course, life is not only about work, so they'll be able to have some free time. On our website, you'll be able to find all the sectors that we offer for the internship. So here you have some photos of our actual students doing the placement. I'm in a reception in a hotel, and it's really beautiful, and the staff are really, really nice. The experience in Malta will be unforgettable, and I will always remember it. Just look. It's real. And Malta, it's an island. Really, 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 really beautiful. My experience
I don't want to cry because I like my experience in Malta. I like my internship in the property management, in the real estate. I like my structure with easy job and Eurotrack. And no, it's crazy. It's crazy. At the end, we'll invite you for our closing meeting. So we sign your document, give you your information for your departure and your certificate and anything that is needed. We'll take some photos if you would like as well. So we'll remember you. We invite you to follow us on our social media because we do post quite often about our student adventures and some places that you can visit and some things that you can do on the island during COVID times. Because it's live. Come here to Malta because here the whole summer is like a long festival and you can find many parties and events that you like. And if you love fireworks, you will definitely love this place because here you can see fireworks every day. And the official business language is English, so it's a great chance to improve your English skills. And not to mention the sea, it is beautiful and clean, and you can easily reach it by buses from everywhere. In the end, the driver will pick you up again, and he will take you to the airport to catch your flight. So this is the journey from the beginning till the end of your stay in Malta. Easy job, find me an internship in Malta. It's a good company, easy job. Take care about us too. When I need something, when I ask something, I have an answer. Maybe 24 hours after, and I'm very happy to be here. You need to come, you need to come. Come in, come in, come in. A great experience. Thank you both for the introduction and also the narrating on your behalf, Galian. And thank you. Possible. I think students will love this. So thank you very much. I'm going to continue with the next one. So have a nice thank day. Bye bye. Thanks. Thank you. The next one is ADC College in London and Dublin, and we're going to talk to Tammy Lee. And Tammy Lee, it sounds like an abroad experience, like the others also, but what can our students expect? Please tell. When you're popping on the screen, of course. And natuurlijk ook goed om te weten voor alle studenten thuis. Het is al een paar keer genoemd. Er zijn ICT-mogelijkheden. En oh, we gaan verder. Daar komen we daar vast later nog op terug. Tammy Lee, hi. Goed, hallo. Ja, mijn naam is Tammy en ik ben eigenlijk van België. Ah. Maar ik ben naar Londen verhuisd een paar jaar geleden en ik werk nu voor ADC College. Okay. En wat wij eigenlijk doen is, net zoals de andere organisaties, wij zoeken naar een toffe stageplaats en een leuk gastgezin voor de studenten die dan ofwel naar Londen ofwel naar Dublin willen komen. Wij zitten in Londen sinds 1996. En in Dublin sinds 2017. Uh-huh. Dus we hebben eigenlijk al heel veel ervaring met het zoeken naar een stageplaats. En we hebben ook heel veel gastgezinnen waarmee dat we al jarenlang mee samenwerken. Welke studenten kunnen allemaal naar hier komen? Dus we hebben studenten van haarzorg, schoonheidszorg, ouderenzorg, kinderzorg, maar ook van ICT, van administratie en ook bijvoorbeeld in de toeristische sector. Daar kunnen de leerlingen ook allemaal naar hier komen. Wat wij ook doen is, wel, het leuke aan ADC is dat wij eigenlijk een country manager hebben die de taal van de leerlingen spreekt. Dus ik sta in voor de Belgische en de Nederlandse leerlingen, maar ik heb dan ook collega's uit Duitsland, uit Frankrijk, Spanje, die dan instaan voor die leerlingen. Mm-hmm. Dus moest er dan iets zijn, dan kunnen de leerlingen mij altijd opbellen of een mailtje sturen en dan kunnen wij altijd proberen om een oplossing te zoeken, moest er een probleem zijn. Hoe dat het eigenlijk een beetje in zijn werk gaat, is ik neem vaak contact op met scholen, met leerkrachten, maar ook leerlingen individueel kunnen contact met mij opnemen.
En dan proberen wij een stageplaats te zoeken voor de leerlingen. En vervolgens komen de leerlingen ofwel naar Londen ofwel naar Dublin. Zij worden ook opgepikt door een driver en die zal jullie dan naar ADC College brengen, dus naar ons kantoor, waar dat een van mijn collega's jullie ontvangt en vervolgens naar het juiste gastgezin brengt. De volgende dag, dat is meestal een maandag, ontmoeten jullie dan mij en dan geef ik een soort van introductiesessie over wat het er allemaal te doen is in Londen. Want ik zit in Londen en ik heb collega's die dan in Dublin zitten. Ja. En vervolgens, de volgende dag, kunnen jullie al starten met de stage. En dan checken wij eigenlijk wekelijks in met jullie. Moesten er problemen zijn, dan mag er altijd gebeld worden of gemaild. En dan proberen wij een momentje te vinden om samen te komen, om eens te kijken wat dat we kunnen doen. En voor de rest, dat is eigenlijk wat we juist doen. Dus we hebben stages, we hebben korte termijn stages. Dus dat is meestal voor 2 tot 3 weken. En ik weet, in België is dat heel populair. Maar meestal voor de Nederlandse studenten doen zij iets langere stages. Dus dat kan zijn van 4 weken tot een aantal maanden. Dat lukt allemaal bij ons. Mooi. Dus ja. Een heel duidelijk verhaal, Tammy. Dank je wel. En sorry dat ik het in het begin even verkeerd had, maar een helder verhaal. Bedankt. Ja, en de gastgezinnen heb je het over. Dat is vast een hele bewuste keuze, denk ik, hè? Ja. Dus zeker ook omdat Dublin en Londen zeer dure steden zijn. Dus de leerlingen mogen zelf op zoek gaan naar een eigen accommodatie. Maar vaak merken we dat het toch een pak goedkoper is om bij een gastgezin te blijven. En ook in het gastgezin moet er eigenlijk alleen maar Engels gepraat worden. Dus dat helpt ook alweer met het aanleren en het gebruik van het Engels. Ja, mooi. Klinkt inderdaad ook weer als keuze waar mogelijk, maar geregeld als je wil. Hey Tammy, wij gaan verder met de hekkensluiter van vanavond. Super. Dankjewel ook voor je tijd en studenten gaan vast contact met je opnemen. Dankjewel. Top. Dag. Doei doei. De hekkensluiter is how we say it in the Netherlands. We're going to Picaflor, Bolivia. So it's way from Dublin and London. We're going to talk to Anne-Marie. Sounds also a little bit like a Dutch name, but Anne-Marie, we hebben prachtige verhalen gehoord. Bolivia staat hier op het eind. Bolivia klinkt heel ver weg en dat is het ook. En wat kunnen studenten daar ervaren behalve landen op het hoogste of een van de hoogste airstrips, geloof ik, van de wereld? Ja, ze gaan landen in Santa Cruz, dat ligt wat lager. En dan gaan ze doorvliegen naar Cochabamba. En dat ligt op 2500 meter hoogte, dat klopt. Ja, La Paz ligt nog hoger, dus daar dacht ik dan aan. Maar goed, daar dacht ik aan. Maar goed, vertel los daarvan, ja. Ik zou jullie graag vertellen, en ik had een PowerPoint-presentatie gestuurd. Mm-hmm. Die jullie kunnen laten zien, en dan neem ik jullie er gewoon mee doorheen. Ja. Dat is het handigste, denk ik. Ja, verzoek aan jou als je dan eventjes wil cueën als je de volgende dia wil. Maar hij staat klaar, dus vertel. Hij staat al klaar. Ja. Je mag meteen naar de volgende. Ik neem jullie mee naar Bolivia in Zuid-Amerika. En dat is een continent waar ik mijn hart aan verpand heb. Ik was er vorig jaar, begin van het jaar. Ik zou eigenlijk het hele jaar 2020 blijven om te werken voor een stichting. We weten allemaal wat er in 2020 gebeurd is. Dus ik ben in mei teruggekomen, maar wel vol met goede ideeën. Het is een heel mooi en ongerept land. En eigenlijk is Bolivia voor Zuid-Amerika begrippen een hele mooie combinatie. Want je kan er op heel veel plekken goed een bijdrage leveren. En het is ook gewoon relatief veilig. Het is nog echt een goede Zuid-Amerikaanse cultuur. En heel veel verschillende natuur schoon. Kijk maar op de plaatjes. Je ziet de zoutvlaktes, ze hebben regenwoud. En je kan tot hoog in de Andes kun je verblijven. En heel vriendelijke mensen ook. Yes. In Bolivia ligt op 2500 meter de stad Cochabamba. Dat is een stad met ongeveer 600.000 inwoners. Een beetje vergelijkbaar met Amsterdam. En Cochabamba ligt heel hoog, hè, 2500 meter, maar het ligt ook dicht bij de Evenaar. Dus het is eigenlijk de stad van de eeuwige lente. Een fijn klimaat om in te verblijven. Best internationaal, er komen best nog wel wat toeristen naartoe. En er zit een leuk uitgaansgebied in Cochabamba zelf. En ook in en om Cochabamba kun je een heleboel mooie dingen bezoeken. Ja, volgende.
Ik heb een project gevonden in Cochabamba waar ik heel enthousiast over werd. En dat is het project van Sarah. Je ziet haar links op de foto staan. Zij is een Engelse dame en zij heeft een stichting opgezet waarin zij vrouwen en kinderen opvangt die ontsnapt zijn aan huiselijk geweld. In de Latijns-Amerikaanse landen is er nog best wel een machismo-cultuur en helaas komt huiselijk geweld nog voor. En zij vangt deze mensen op en zet ze in ongeveer een half jaar tijd weer op hun eigen twee benen. En dat doet ze door ze te leren koken en een catering business te runnen. En met die catering business leveren ze uit naar mensen in Cochabamba zelf. Maar ze geven ook kookworkshops bijvoorbeeld. Het is een superleuk project. Het is kleinschalig en er hangt gewoon een hele fijne sfeer. Het is in een veilige buurt van Cochabamba in het noorden van de stad. En ik zeg veilig ook omdat als je aan dit project mee zou gaan doen, als je daar stage zou lopen, dan verblijf je op het project. In het huis, daar waar het project zelf is. Yes. Nou, we zoeken 6 mensen voor het project van Sarah. 2 keer een pedagogisch medewerker om met de kinderen aan de slag te gaan die op het project verblijven. 2 keer een marketingmedewerker om online activiteiten te doen, maar ook fondsenwerving. Want de stichting is afhankelijk van heel veel donaties en fondsen, dus dat is heel belangrijk. Een combinatie daarvan kan uiteraard ook. En er is ruimte voor mensen die horeca of cateringopleiding volgen om mee te helpen in de keuken, maar ook te helpen bij het runnen van de workshops die er gegeven worden. Yes. Nou, wie verwachten we in Bolivia? Bolivia is echt anders dan Europa en een fantastisch mooie uitdaging. Maar het is wel handig als je een klein beetje avontuurlijk bent. Je gaat heel veel nieuwe mensen ontmoeten. En dit is een project waar je echt van betekenis kan zijn. Dus als je dat in je hart hebt, dan zou dit een hele mooie plek voor je kunnen zijn. Ja, volgende. Nou, waarom nu? We hadden het net al met een aantal collega's over. Dan gaat je automatisch al door. Dit is de kans dat je naar het buitenland kan gaan. Er zijn niet veel momenten in je leven dat lukt. Dus als je de kans krijgt, ga nu en zoek iets wat goed bij je past. Dat is echt superbelangrijk. Ik liet net nog 2 andere projecten eventjes zien. Ik heb het project van Sarah in Cochabamba gevonden. En ik heb gemerkt dat veel pedagogisch medewerkers, social workers, nou noem maar de zachte kant, heel enthousiast zijn over naar Zuid-Amerika gaan. En daarom heb ik connectie gelegd met een weeshuis in Cochabamba en ook een straatkinderenproject. Ja, waar je ook fantastisch mooie ervaringen op kan doen. Dus dat zit in de pipeline, zoals we zeggen. Yes. Die hadden we al. Ja, nou, en dan heb ik mezelf nog eventjes neergezet. Ik ben Pika Flor en ik begeleid het proces van begin tot het eind. En je kunt alleen naar het buitenland gaan, maar Bolivia is best ver en best onbekend nog. Dus je kan ook met een studiegenoot samen gaan en ik ga mee. Dus ik ben ter plekke om de begeleiding te verzorgen. Je gaat vast fantastisch mooie nieuwe ervaringen opdoen. Dat heb je van de andere mensen ook al gehoord. En waar je ook in een ander land, in een andere cultuur bent. Dat wordt de ervaring van je leven die heel vormend is. En onderaan had ik nog even gezegd dat ik ook nog bezig ben met een mooi project in Costa Rica. Dus die staat ook nog op de planning. Nou, als je nog vragen hebt, schroom dan niet om het te benaderen. Mijn naam is Annemarie Verbeek, picaflorinternational.nl kun je me vinden. Of straks, als je nog vragen hebt, hoor ik het heel graag. Dank je wel. Leuk, dank je wel Annemarie. En als je het maar in je hart hebt, zeg je, dat heb jij, geloof ik. Ja, heel mooi. En Costa Rica komt er dus nog aan. Prachtig. Ja, ja. Ja. Prachtig. Er zijn nog heel veel plekken op de wereld waar mooi werk te verzetten is. Ja. Heel mooi. Hey, wij gaan, Annemarie, want het was een super duidelijke presentatie. En het leuke is, er zijn allerlei vragen binnengekomen terwijl de presentaties liepen. Dus we gaan verder. Jij was de laatste nu. Maar we gaan bezig met de vragen zometeen die gekomen zijn. Dus een enorm indrukwekkend scala. But first of all, thanks to all the partners making their presentations. I just told Annemarie that there are a lot of questions in the chat. And we're going to create some time to answer those questions with Udo, of course, and Hanneke on my right, your left side. So that's a good thing. Dus heel erg fijn dat jullie nog naast me staan. Ik ga in het Engels of in het Nederlands gewoon lekker verder vanaf dit punt. De chatvragen. Ja, Elvira die is druk geweest, heb ik begrepen. Dus die gaat zelfs misschien zo op het scherm verschijnen. Ja, Elvira, hoi. Kijk, leuk dit. Vertel, er zijn veel vragen binnengekomen.
Je bent nog even niet te horen, Elvira. Ik weet niet voor hoe dat voor thuis zit. Dus misschien even een klein dingetje. Kijk, als je thuis te horen bent, dan komen we er via vast wel. Nou, er komt even iemand bij jou, Elvira, om te zorgen dat je zometeen wel het geluid hebt. Maar ondertussen is het dan misschien goed om hier... Er werd veel gepraat over hospitality. Ik hoorde ergens al een keer carpenter, timmerman, voorbij komen. Maar als je in de bouw zit of als je een meer technische... Of in de landbouw, hoe zit dat dan? Ja, ik denk dat je ook wel vanmiddag hebt kunnen horen dat eigenlijk alle richtingen mogelijk is. Ja. Kijk, voor sommige opleidingen is het zelfsprekend om naar het buitenland te gaan. Denk maar aan toerisme of ICT. Dus internationaal handel, groothandel. Maar eigenlijk voor alle richtingen zijn internationale stage mogelijk. Dus ja. Als je denkt van het lijkt me wat, dan kan dat absoluut geregeld worden. Laat je niet belemmeren door de gedachte, nee. Mijn opleiding werd niet genoemd, nee. Dus. Nee, er is nee. Altijd iets mogelijk. Absoluut. Oké, mooi. Ja. Elvira, inmiddels heb jij een sound? Ja, dus we kunnen je horen. Ja, kijk. Je hoort me nu als het goed is. Nou, super. Hey, vertel. Ja, nou, ik heb best wel wat vragen over huisvesting. Zo vroegen Nienke en Joep, hoe zit het met de huisvesting? Zit je in gastgezinnen of kan je naar een appartement? En helpt de organisatie je daarbij? Ja. Hanneke, wie van jullie zou hem willen opvangen, deze vraag? Ja, nou, de meeste stageorganisaties, zeker die nu aan het woord zijn geweest, die ondersteunen je bij... Het verblijf daar, dus die helpen je daar zeker bij. Ja. En EDC in Engeland is vooral voor gastgezinnen, maar zoals ze zeiden, je kunt ook eventueel wel zelf huisvesting, maar goed, dat is veel duurder. Gastgezinnen betekent ook wel heel vaak dat je gewoon wel een eigen plekje in dat huis hebt, hoor. Ja. Dus dat niet al door samen met de familie. Nee, oké, dus er is ook weer eens ruimte voor privacy op dat moment, zo'n gastgezin. Ja, het klinkt inderdaad heel erg als erbij in, maar dat is een goede aanvulling. Ja, hoor. Ja. Misschien goed om te nadrukken dat de organisaties die zich nu gepresenteerd hebben, als daar een package deal aanleveren. Ja. Dus dat betekent zoeken voor stageplaats, het regelen van accommodatie, wat meestal een appartement is en soms een gastgezin. Soms worden ook tickets geregeld, maar dat doet niet iedereen, maar sommige organisaties doen dat ook. Er wordt begeleiding tijdens de stage. Sommigen bieden nog taaltraining aan. Dat is ook vanmiddag alweer verteld. Dus er zijn een pakket van allerlei mogelijkheden waar de studenten dan gebruik van kunnen maken. En mocht je nou, en stel nou dat je dan als student zegt van nou, gastgezinnen. Er wordt ook gezegd, als je het nu wil, kan het anders. Nou ja, die middelen die wisselen per persoon. Kun je dan, is er dan ook tips en begeleiding vanuit Landsteden of het Alfa College, neem ik aan? Ja, nou, zowel Landsteden als Alfa College, we hebben gewoon vaste contactpersonen, coördinatoren, internationalisering, die studenten en medewerkers helpen om of een stage te vinden of verblijf te vinden. Dus die hebben gewoon heel veel ervaring in dit soort zaken. Ja. Mooi. Elvira, dat is denk ik antwoord op je eerste vraag. Benieuwd naar je volgende. Ja, ik heb ook vragen gekregen over hoe lang de stage nou duurt. Ja, mooi. Hanneke, wil jij daarop antwoorden? Ja, het is eigenlijk een beetje afhankelijk van je opleiding. Dus als we een beetje kijken naar Erasmus Plus, dan moet je eigenlijk wel minimaal 2 weken. Maar sommige studenten gaan 10 weken, andere gaan 20 weken. Dus het is echt heel erg afhankelijk van je opleiding. Ja, oké. Okay. Ja. Dus in overleg met de coach. Ja, en, helder. Nou, mooi. Leuk dat er zoveel vragen zijn binnengekomen. Heel benieuwd naar de volgende. Ja, zeker. Zijn de stages, buitenlandse stages, is dat voor BOL of BBL-opleiding of zijn dat voor beide? Mooi. Mooie vraag. Kan voor beide, maar bij een BBL-traject is dat een stuk lastiger, want je hebt natuurlijk te maken met een werkgever. Je gaat 4 dagen per week ga je naar een bedrijf toe en 1 dag per week kom je naar school. Dan moet je dat wel met de werkgever kunnen regelen. We hebben studenten die een BBL-traject doen, die naar het buitenland gaan. Maar ik durf wel gerust te stellen dat toch wel 90-95% van de studenten BOL zijn. Helder. Ja. Mooi. Ook voor jou. Ja, hoor. Geldt hetzelfde. En Elvira, er waren er nog meer vragen, begrepen. Ja, zeker. Dus, Noah vraagt ook, ze loopt stage in het onderwijs en ze wil graag weten of ze dan 5 dagen per week stage loopt in het onderwijs of dat het anders zit geregeld. Ja, oké. Okay. Hadden jullie de vraag meegekregen? Want ik werd even afgeleid. Sorry dat ik hem niet helemaal pakte, maar als Udo en Hanneke hem vingen, dan graag een antwoord. Ja, het is dus in het overleg met je opleiding en met de stageorganisatie hoe je je stage regelt. Dus als jij verplicht bent om bijvoorbeeld 5 dagen per week te gaan werken, dan wordt er gezorgd dat je zo'n soort stage inderdaad gaat vinden. Is het 3 dagen, dan probeer je het op deze manier. Ja, het is echt wel heel erg op maat. Ja.
Dankjewel. En Elvira, for the partners listening, are there also any questions asked to some of the partners? Jazeker. Ik heb voor Danny uit Ierland ook. Wat is zijn ervaring met de huisvesting in Ierland? Danny, a question for you. What is your experience with housing for students to get an accommodation in Ireland? So what is the question again? What are the rules in terms of housing with other students in Ireland? The question was, Alfira, kun je hem nog even één keer noemen? I think just the options for housing and how is it arranged? Ja, klopt helemaal. Hoe het met de huisvesting zit in Ierland, wat zijn ervaring daarmee is. So that's the question, So there's two options we currently have, and they're both quite similar. We generally rent an intern-only house, and that means there's only our interns living in there, whether they be Dutch, Finnish. Usually that's all that's in it, sometimes French. You do share a room, but you generally have an ensuite in that room. It's got full Wi-Fi, all the mod cons, all the bills are included in the cost. It's located beside the college in Carlow Town, and the town centre is a 5-minute walk. So it's a great place for students to live while they're here. Yeah, okay, and it's also arranged, so sounds like a lot of fun. Elvira, I think that, thank you very much, Danny. Are there any other questions to the partners? Yeah, see. Niet gericht naar de partners. Okay, not specifically for the partners. Nee, maar ik heb nog wel Nienke en Joep die vragen, mag je ook zelf een stage regelen of moet het via een organisatie? Mag je het ook zelf regelen? Dat vind ik een mooie. Dat is een ondernemer die de vraag stelt. Ja, dat mag absoluut. Hè. Dus ik zou ook tegen studenten, ga op zoek naar een stageplaats. Hè. Er is ook een website www.stagemarkt.nl. Daar vind je ook buitenlands geregistreerde bedrijven. Want dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Het bedrijf moet door het SBB geaccrediteerd zijn, anders kun je er niet naartoe. Wat is dat? Het bedrijf een stageplek aanbiedt die past bij de opleiding. Ja. Dat moet van tevoren gecheckt worden. En als dat op orde is, dan kan de student daar stage lopen. Dus dat kan hij met de opleiding regelen. Dus ja, er zijn studenten die hun stage zelf regelen. Maar ik denk dat toch 87% toch via een organisatie die zich nu hebben gepresenteerd een stage regelen. Ja, mooi. Dus, en deze tussenpersonen weten precies welke bedrijven passen, welke geaccrediteerd zijn. Dus daar zijn ze goed op voorbereid. Eigenlijk is het antwoord telkens maatwerken waar kan. Ja, absoluut. Elvira. Ja, ik heb zeker nog een vraag. Yes. Indira van Lindhorst vraagt, heb je een rijbewijs nodig op de locatie en hoe kom je op de locatie? Dat is wel een goede vraag, ja. Is dat noodzaak? Of is het slechts leuke bijkomstigheid? Hanneke? Het is niet altijd nodig. Soms wordt het wel eens gevraagd, maar het is in principe niet nodig. En hoe kom je op de locatie? Die informatie kan dus de stageorganisatie je geven. Het is soms, vaak vliegtuig en dan eventueel nog met bus of trein of soms word je ook opgehaald. Ja. Maar een rijbewijs is niet noodzakelijk om op stage te gaan, zeker niet. Helder. Goeie vraag ook. Goeie vragen gesteld. Leuk. Ik heb nog een vraag over de leeftijd. Esmee vraagt, is er een leeftijdsgrens? Ook zo eentje, vanaf wanneer mag je die verantwoordelijkheid krijgen? Dat is een goede vraag. Ja. Dat is, in principe niet. We hebben ook wel studenten die jonger dan 18 zijn die naar het buitenland gaan. Dan hebben ze natuurlijk wel toestemming nodig van hun ouders. Maar wat wel handig is, dat je in ieder geval 18 bent. Want dan kun je ook gebruik maken van de uitwonende beurs en de OV-kaart stopzetten. Okay. En dat is niet het geval als je jonger dan 18 bent. Dat is wel een goede aanvulling om te doen. Dus dat is gewoon een financieel aspect dat daar hier een rol speelt. Maar het mag. Je mag ook onder de 18 naar het buitenland. Ja. Als ouders het en de opleiding zien zitten, prima. Ja, oké, mooi. Maar dan is het dus meer eigen financiering. Ja. Okay. Ja. En dan heb ik ook nog een vraag van Jasper. Zijn de vergoedingen per land verschillend? Dat is een goede vraag. Dat klopt, ja. De subsidie die je toegekend krijgt hangt af van de duur en van het land. En er zijn een aantal dure landen, denk maar aan de Scandinavische landen. Het werd al net genoemd in de presentatie. Engeland is een vrij duur land. Dus daar houden we wel rekening mee. Dus er zijn een aantal landen die zijn duur, die krijgen meer subsidie dan als je nou bijvoorbeeld naar een land gaat wat minder duur is. Dus hoe duurder je levensonderhoud in een land, hoe meer subsidie je krijgt. Ja, klopt. Ja, okay. En nog ter aanvulling, dat je krijgt zowel geld voor je verblijf als de reiskosten. En ook daar is verschil in. Hoe verder je weggaat, hoe meer je krijgt. Ja, oké. Okay. Nou, top.
Fijn, die kennis hier in huis. Ja, en heb ik nog een gelijke vraag van Jasper. Hoe werken de beurzen en de vergoedingen? Ik denk voor veel studenten een belangrijke vraag. Nou ja, ik kan het zo uitleggen dat op het moment dat helder is dat een student naar het buitenland wil, dan kan hij een subsidie aanvragen. De coach of de coördinator interfacering op de locatie weet precies waar dan de subsidie aangevraagd kan worden. Maar er is een speciaal aanvraagformulier voor. Dat komt, zeg maar even voor het gemak bij mij binnen. Maar mijn collega Meren van Brussel die behandelt de aanvraag. Ja. En dan wordt dus een contract opgesteld. En de student ondertekent dat contract. En vlak voor het moment dat de student op stage krijgt het 70% uitgekeerd. En bij terugkomst, als alle verantwoording op orde is, worden de laatste 30% uitgekeerd. Ja, oké. Dus je krijgt het als totaalbedrag in één keer. Het is geen maandelijks iets wat je krijgt. Ik krijg twee termijnen. Dus een voorschot en een nabetaling. Ja, oké, maar helder. Ja. Okay, ja. Ja, en bij Alpha College is het zo dat op elke school, elke locatie, elke regio hebben we de contactpersonen zitten. Dus daar kunnen ze naartoe. Nou, je hebt het ook al gezegd, die site naar het buitenland, daar staat een lijstje met alle namen, telefoonnummers, mailadressen. Met contactpersonen met om daarover. Contactpersonen. Ja. Top. Ook goed om te noemen. Ja. Goed. Nou, de vraag blijft nog steeds binnenkomen. Dit vond ik zelf ook een hele interessante vraag van Iris Bons. Wat als je stage tegenvalt en je ziet het echt niet meer zitten daar? Ja, hele goede vraag. Ja. Ja. Gebeurt vast. Het gebeurt zeker. Ja. Ja. Ja, je hebt nooit in de gaten wat een andere omgeving met je doet. Je denkt, dat ga ik redden. Maar soms lukt het inderdaad niet. Dan is het toch heimwee wat een rol speelt. Maar soms zijn er ook andere omstandigheden waardoor een student eerder terug moet. Dat kan gebeuren. Het heeft twee consequenties. Je breekt een stage af. Dus dan zal je in Nederland de stage moeten vervolgen. Het heeft ook financiële consequenties. Op het moment als een student eerder dan 2 weken alweer terugkomt, dan zal de student het subsidiebedrag, wat reeds uit is gekeerd, terug moeten betalen. Ja. Daarna is hij langer dan 2 weken al in het buitenland, dan kan een deel van de subsidie uitgekeerd blijven. Dus, maar dan gaan we kijken hoe lang de student weg is gebleven. En misschien zal Narato toch een stukje van de subsidie die ontvangen is terugbetaald moeten worden. Ja. Dus niet direct een PlayStation of iets dergelijks van kopen. Dat nee, niet doen. Maar en als je, want dit is wel een mooie vraag inderdaad. Maar natuurlijk, als je in Nederland een stage tussentijdig stopt omdat het niet botert of niet goed gaat, heb je dezelfde consequenties op het geld na natuurlijk. Ja, precies, ook het overdoen. Precies. Nou, ik heb nog een vraag van Nienke en Joep. Zijn er ook Zweedse programma's? Die zijn net niet genoemd, maar zijn die er wel? Zweedse programma's. Ja, je kunt ook naar Zweden voor stage. Ja, zeker. Ja. Het antwoord is ja. Ja. We hebben contacten ook in Zweden. Ja. Ja. Ook weer in verschillende opleidingsmogelijkheden. Ja, in verschillende opleidingsmogelijkheden. We hebben net 2 studenten, die zijn in januari teruggekomen. Hebben een prachtige stage gedaan in Stockholm. Op het gebied van grafisch ontwerpen. En een hele mooie tijd gehad. Is het voor studenten ook mogelijk om contact te hebben met voormalige stagiaires die al de ervaring daar hebben gelopen? Normaliter is het zo dat als wij een voorlichting geven, betrekken we ook oud-studenten bij. Vanavond worden bij Landzijde bijvoorbeeld een algemene voorlichting gegeven. Ja, er zijn geen oud-studenten bij, maar als het weer live kan, fysiek, dan vraag ik ook oud-studenten om iets te vertellen over hun ervaring. En bij ons op Connect bij Landsteden staan ook ervaringen van studenten. Dus er staan wat filmpjes, foto's, verhalen van studenten die eerder geweest zijn. Dus ook op de Connect-pagina kunnen ze ervaringen van studenten terugvinden. Top. Dankjewel. Ik weet niet hoe het bij Alpha is, maar bij ons ook op de site. Ja. Mooi, die gelijkenissen. Ja, hoor. Elvira, vertel. Ja. Nou, ik heb nog een vraag van Esmee. Hoe lang van tevoren moet je aangeven dat je naar het buitenland wil gaan? Ja, kan ik vandaag aangeven als ik morgen wil gaan? Ja. Hanneke? Nou, vaak is het wel eens een half jaar dat je voorbereiding hebt, maar we willen toch zeker uit 3 maanden van tevoren alle gegevens binnen hebben, want er moet toch veel geregeld worden. Ja. Maar je bent echt wel even bezig om alles goed voor te bereiden. Ja. En ook voor jezelf natuurlijk. En zeker dus voor ook jezelf. Een eigen proces. Ja. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Tegenwoordig kunnen studenten ook keuzedelen volgen en er zijn 2 keuzedelen die heel goed bij aansluiten. Keuzedeel 1. Interculturele diversiteit en keuzedeel internationaal 2, werk in het buitenland. Dus deze keuzedelen, daar begin je al mee. En eigenlijk
kan dat ertoe leiden dat je naar het buitenland gaat. Dus dan ga je vaak in overleg met de opleiding al aan zo'n keuzedeel beginnen. Mm-hmm. Ja, en dan zit je inderdaad, wat Hanneke zegt, dan in een voorbereiding van een half jaar. Oké, ja. Top. Antwoord weer. Mooi is dat. Het gaat, ze vliegen erdoor. Elvira, hebben we nog een aantal vragen? Elvira, ik hoor net, we gaan nog een laatste vraag doen. Dus mocht je, blader er even door en kies zorgvuldig. Ja, is goed. Nou, dan heb ik nog één laatste vraag die ik net had gezien. Die ben ik ook weer zelf geïnteresseerd naar. Is er ook een mogelijkheid om naar Curaçao te gaan, omdat die net ook niet werd benoemd? Nee. Curaçao, ja. Daar heb ik zelfs antwoord op. Maar Hanneke, vertel. Ja, we hebben zeker. Nou, het is zeker mogelijk om naar Curaçao te gaan. We hebben er ook beide stageorganisaties zitten die je mee kunnen helpen. Ja, zeker is Curaçao mogelijk. En ook te vinden op Landsteden Connect en Alpha College naar het buitenland. Ja. Nou, top. Elvira, dankjewel. Dat heb je mooi gedaan. En hopelijk kun jij er ook wat leuks uit halen. Dat zou tof zijn. Top. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen van dit eerste deel van deze buitenland experience. Want vanavond is er van 7 tot 8:30 nog een soort van verdieping waar studenten aan kunnen deelnemen. QR-codes verschijnen straks op jullie beelden, die kunnen dan gescand worden. En ook mailadressen ze staan nu hier achter mij in beeld. Die zullen beschikbaar zijn. En er is ook een mailadres, die kun je ook vinden volgens mij op Connect en op het Alpha College naar het buitenland. En ik krijg net door dat het ook in de chat verschenen is. Ja. Dus voor vragen en informatie kun je daar nog terecht. Vanavond meer verdieping en de vragen waren er. Leuk dat die vragen er waren. A big thanks to all the partners, of course. Nog even iets ter aanvulling. De algemene voorlichting is alleen bij Landsteden. Niet bij Alpha College. Nee. Dus bij Landsteden kunnen vanavond nog alle studenten een voorlichting krijgen. Ja. Die wordt gegeven door een eigen coördinaat internationalisering. Oké, dankjewel. En wil jij er nog wat op aanvullen? Nee, bij ons is het inderdaad. De site naar het buitenland, daar staan alle contactpersonen op. Dus een beetje die coaches vinden voor vragen. Ja. En die gaat je dan doorverwijzen. Precies. Ja. Oké, top dit. Again, to all the partners, a big thanks. Maar ook bedankt natuurlijk aan iedereen van de regie, techniek, gasten hier met de kennis. Want zonder dat hadden we weinig te vertellen gehad. Dus dank jullie wel. Hopelijk hebben jullie allemaal, heb je een prikkel gekregen waardoor je graag wil. Waardoor je denkt van ik ga dit aan, ik ga in ieder geval informeren. En zat er hier al iets moois tussen, zat het er niet mooi tussen, dan zijn er dus ook nog opties die niet genoemd zijn. Dus heel veel geluk en plezier in de ervaring die je misschien aangaat. Zet hem op. Voor nu bedankt en een hele fijne avond. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.